De Oranje Leeuwinnen hebben de afgelopen jaren veel successen behaald. Een Europese titel, zilver op het WK en ze hebben zich gekwalificeerd voor de Olympische Spelen. Tijdens hun wedstrijden spelen ze nooit alleen. Van de Gracht en 2-0. Martens. Dit is de titel. En ze nemen elkaar op en buiten het veld in vertrouwen. Vandaag wordt dat vertrouwen op de proef gesteld. De Leeuwinnen worden uitgedaagd om oog te hebben voor detail. Om het overzicht te bewaren en om op zoek te gaan naar een mol. Kandidaat. De KNVB heeft de afgelopen maanden shirtje geruild met ruim 2000 amateurclubs. Een groot deel van die shirts ligt in een ruimte bij jullie in de buurt. Vind daartussen jullie eigen amateurshirts. Maak 2 teams. 1 van 2 personen met oog voor detail. En 1 met 4 personen die het niet erg vinden om een huishoudelijke klus te doen. Jullie krijgen 20 minuten. Succes. Oké, maar even iets. Dan zit hier dus een vieze vuile mol in het spel. Ja. Nee, dat hoeft niet. Eén van jullie is dus niet te vertrouwen. Dan kijk je naar mij. Ja, jij dus. Nee. Ik ben niet lekker. Oké, huishouden. Ik ben van het huishouden. Ik kan poetsen. Oké, maar nee. Er gaan niet 2 rustigen hier blijven. Oké, eentje met mij van jullie 2. Ik kan ook wel die huishouden. Ja, maar het is waarschijnlijk een rustig iemand. Poetsen, wijfie. 2 zaten in een andere kamer en die gaven aanwijzingen voor de shirts. En de andere 4 die gingen naar een ruimte met, ik denk, een stuk of 2000 shirts. Ja, we wisten van tevoren natuurlijk niet wat de opdracht ging worden, dus we dachten dat het wel een goede verdeling was. Blinddoeken mogen af. Ja, joh. Maar beginnen. Oké, Aniek. Oké, Kika. Kika? Ja? Even kijken, Montagnard. Je weet, hele shirt. Even hier. Ja, Montagnard. Ik vond het wel heel vreemd dat Lieke in één keer. Die wilde meteen in die controlegroep. Dus dat vond ik sowieso al een beetje dat ik dacht. Lieke, wat zeg je? Je valt altijd weg. Jackie, we gaan nou niet lopen zo'n mieter hier, hè? Nee. Want ik hoor gewoon praten met je Kika. Valt weg. Ja, maar je hoort het toch kraken? Kika? Kika? Ja, praat maar iets harder, dan horen we je. Blauw-geel, wie komt er uit Os? Grootste chaot. Ja, ik ben wel heel erg een chaot. Ik hoop dat het allemaal goed over is gekomen, wat ik door die walkie-talkie heb geschreeuwd. Olympia 18 is er ook, met sponsor De Piek. Ja, die hebben blauw. Oh, hoe moet ik praten? We hadden niet echt een samenspel of zo. Iedereen ging voor zich de shirt zoeken, dus... We hadden het misschien beter op een andere manier kunnen doen. Wat is het shirt van Daan? Van Daan? Ja, hier. Van Daan is zeg maar Bosuilen Old Stars. Got it. Hier heb je Daan, SV Donk. Hebben jullie die? Oh, we moeten opschieten. Maar waar is ja, die Ja, we moeten meer tempo maken. Ja, opschieten. Ja, maar bedenk even, hier zijn 100.000 shirts. Ja, we zien jullie. Digital Print Solutions. Paars. Dit wordt echt met blauw. Dit. Yay. Lekker Kika. Hier heb je Daan. SV Donk. Lekker kieks. Granaten hebben we. Oh shit. De samenwerking met de mensen in mijn kamer was chaotisch. Volgende. Van ben Inessa. Ik de enige die naar die van Steven zoek is trouwens. Staat heel is, groot trouwens. Op het stond er. Het ja, shirt is helemaal rood met een witte V op het shirt nog. Ik ben van alles. Dirk de Wit. Doe je ook nog wat? Omdat wij tegen elkaar aan het schreeuwen waren om ervoor te zorgen dat we de goede shirts vonden. Roep maar even wat meer, want Roep maar nog meer. Wat zei je? Nou ja, ik vond mijn taak wel prima, daar niet van. Nee, maar Lieke deed het ook gewoon goed, want wij legden het gewoon goed uit. Jezus, wat een puinhoop. Nog eentje, helemaal wit. SV Deurne. Helemaal in het wit. Mode Express. Deurne, wie komt er uit Deurne? Hé, was Dirk de Wit iets?
Ja, Dirk de Wit. Ja, met een grote V. Top. Okay. Kom op meiden, nog een beter zoeken. Doe eens wat. Ja, zeg wat meer. Ik wacht op instructies. Hier, ING. En ja, soms was Do was dan wel een beetje aan het dromen. En dan zag ik haar staan en dacht ik, Do, ga je nog wat doen? Ja. Wie deed het goed? Do heeft volgens mij 2 keer een shirtje gevonden. En dan niet doorgegeven dat ze dat shirtje had. Dus die lag al in de mand en wij allemaal nog doorzoeken naar die shirtjes. Dus, Nou, toch niet slap, jongen! Ik heb niet aan de kinderen gehad! Ik heb niet aan de kinderen gehad! Is dit niet het shirt van Jill? Even kijken. Ja, Quick. Is dat Quick? Jaco? Ja. Oh, nee. Ik vond het... Er was heel weinig plan, zeg maar. Het was niet zo van, oh, we gaan met z'n allen dit zoeken of zo. Het was gewoon, er werd een shirtje geroepen en dan iedereen ging daar zoeken. En dan kwam er weer een nieuw shirtje in. Dus... Draai het om. Nee, achter je is de camera. Ja, daar. De andere kant. Ja, die... Nee, deze niet. Oh, what the fuck? Ja, Jackie zat alleen maar bij de wasmand. En Doos zat alleen maar om haar heen te kijken in het begin. Het werkte echt niet. Nou, Lieke die was wel heel enthousiast en die vertelde ook heel veel. Maar ook heel veel door elkaar. Dus soms was je met een shirt bezig en toen zei ze opeens... Ja, anders kijk je daar even. Dus oké. En Lynette heb ik eigenlijk helemaal niet gehoord. Noem eens een paar hele unieke shirts, want heel veel lijken hier op elkaar. Ja, deze. Kijken. Ja, dit... We hebben eigenlijk 2 shirts die echt heel veel op elkaar lijken. Zwart met rood gestreept verticaal. Zwart met rood, ja. Mijn domein. Ja, domein. Ja. En van dag de mol, ja, ik denk toch Kika. Zij heeft dus blijkbaar ook tussen de shirts zitten zoeken. En zij had blijkbaar shirts kunnen zien. Een helemaal rood shirt, Dirk. Wat voor kleur? Rood shirt, Dirk, ga je maar even zoeken. Die hebben we al! Die heb ik gevonden. Oké, Kappie, zeg dat even dan. Ja, vind ik veel. Zij is te druk met alles benoemen. Shirt van IG. En dan SV Buitenboys. Gestreept blauw met wit. Blauw-witte streep. Ik heb mijne. Ja, deze. Ik heb hem. Je hebt je eigen shirt al gevonden, VB Rio? Nee. Jacques, die zit al 3 uur in de wasmand te luren en er komt niks uit. Ja, maar er zit Achilles, ik heb Achilles. OJC Rosmalen. Strepen, zwart. Met rood, verticaal. Ja, die is goed. Oké. Nog 1 minuut, meiden. Nog 1 minuut. Kom op, we vinden er nog eentje. Hé, hoor deze grap. Die van Jacques hangt al de hele tijd daar, maar ze zegt nu pas. Jongens, ik zit al 20 minuten in de wasmand. Wat ik wel echt chaotisch vond was Jacques. Die zat daar maar een beetje op de grond en ze had haar eigen shirt nog niet eens gevonden. Of na 9 minuten had ze hem gevonden, terwijl hij daar gewoon helemaal gewoon in het zicht hing. Dus ik denk dat Jacques wel eens de mol kon zijn. Het begon al toen de groepen verdeeld moesten worden. Toen zei Lieke dat ze graag de details wilde doorgeven. Toen dacht ik, oké, Lieke is normaal niet zo heel erg van de details. Dus vond ik apart. Nog 10 seconden. Oh nee! Een dolo shirt, wit met zwart. Helemaal door het midden. Opschieten. Jackie, doe eens wat. Opschieten. Wat? Wit met zwart? 3, 2, 1. Oké. Oh my god, wat slecht. Oh mijn god. Kunnen we deze nog een keer opnieuw doen? Mogen we die kamer binnenlopen of niet? Het was echt chaotisch, maar ik vond het heel erg leuk om te doen. Het was echt heel moeilijk, maar ik denk dat we het uiteindelijk toch wel redelijk hebben gedaan. Als je niks zegt dat je een shirt hebt gevonden, nee, weten wij ook niet. Dat heb ik gezegd. Nee, we hebben hier ja, maar hoe kun je eigen shirtje niet vinden? Volgens mij heb ja, ik... hoe moet ik dat zien? Ik zie al, de camera hangt van hier. Nou, ik had wel gehoopt dat we het beter zouden doen. Achteraf hebben we toch nog best wel wat shirtjes gevonden. Ja, nee, maar dat is niet... 1, 2, 3... 4, 5, 6, 7, 8, niet slecht. 9, 10. Woe! Dat was knap. Kandidaat, ik hoop dat jullie veel plezier hebben gehad, maar ook dat jullie je ogen hebben opengehouden. Want er rest nog maar 1 vraag. Wie is de mol?